Ja, de toekomstige koningin van het Verenigd Koninkrijk is spoorloos. En het internet heeft daar heel veel plezier mee. Hoe zit het toch met Kate Middleton? Dat is een vraag die behoorlijk vaak gesteld wordt, maar zelden beantwoord de afgelopen weken. Misschien kun jij een poging doen. Het is absurd natuurlijk. Kijk, iedereen weet waar ze is. Oké, ze is met de kerst voor het laatst gezien. 2 weken later ongeveer beland in het ziekenhuis voor een geplande, dus helemaal geen stel op sprong, maar een van tevoren beraden operatie. Dat was een hele zware buikoperatie die ze moest ondergaan. En vertelde het paleis, ze had tenminste 3 maanden nodig om bij te komen. Ja. Einde verhaal, zou je zeggen. Maar nee. Want kunnen we het paleis wel vertrouwen? Ja. Dat is het internet, hè? Weten we nog hoe het ging met Elizabeth, Queen Elizabeth, de Queen? Zij was ziek en niemand wist dat het iemand toevallig haar tegenkwam in een ziekenhuis, dat ze daar lag. Ja. In dat privéziekenhuis, dat ze daar lag, particulier ziekenhuis. En toen werd het een grote zaak natuurlijk en wilde iedereen weten waarom Buckingham Palace dat niet gezegd had. Nou, koning Charles doet het al anders. Die had meer transparantie beloofd, meer openheid. En die man heeft ook laten weten dat hij kanker had. Laat af en toe ook iets van zich horen. Laatst nog liet hij alle post en kaarten zien die hij ontvangen had van mensen die hem het allerbeste hadden gewenst. En hij zei dat hem tot tranen toe geroerd had. Dus ik bedoel, je zou verwachten een nog jongere generatie, zoals die van Kate en William, die geven ook wat meer weg. Die zijn ook wat meer open. Die laten ook af en toe weten waar ze zijn. Niks. Niente. Nada. Helemaal niks. Begrijp je? Ja. En dan creëer je een leegte. Ja, en waar wordt dan die leegte mee gevuld? Natuurlijk met roddels en complottheorieën. Mag ik je een paar van mijn favoriete complottheorieën? Heel graag. Vertellen. Kijk hoor. Een paar complottheorieën waren: William heeft een affaire. Dat is een oud verhaal trouwens. Ja. Heeft een affaire en ze liggen nu in scheiding. Volgens één. Ik zweer het je, ik heb het echt gehoord. Volgens 1 deskundige, een Amerikaanse deskundige, zijn er hele ruzies en vechtpartijen tussen Kate en William. Maar die vechten ze uit door elkaar te bestrijden met kussens. met hoofdkussens of kussens van een stoel, iets dergelijks. Die worden dan over en weer gegooid. Precies. En ik denk, kijk, als je zo kwaad op elkaar bent en je gooit niet het hele servies goed kapot, maar je doet het met kussens, dan ga je nooit uit elkaar. Dus die kunnen we af. Die kunnen we schrappen, dat gaat niet gebeuren. Een ander is dat Kate niet te zien is geweest, want ze heeft een BBL ondergaan. Jij weet wat dat is? Ja, ik weet wel wat dat, gelukkig, dat is. Maar wij hebben natuurlijk hele keurige misschien luisteraars die zich niet. Ja, die ondersteen zich daar helemaal niet mee bezighouden. Dat is een Brazilian butt lift. Hè? Een dat Brazilian een butt lift, dat je je gevaarlijke operatie. Ja. Dus dat zou het geweest zijn, want je hebt daar ook 3 maanden herstel voor nodig. Niet in alle gevallen, maar wel in sommige. Maar, en dat is absoluut mijn favoriet, verkeerd haar. De kapper, te veel eraf, te kort. En toen ik dat las, dacht ik, Kate, I feel your pain. We hebben het allemaal meegemaakt. De pony was te kort geknipt en dat duurde dan 3 maanden om dat weer aan te laten groeien. Dus dat en natuurlijk ook, kijk, Buckingham Palace, dat is toch een martelkamer. Volgens sommigen, natuurlijk op de socials, kijk maar naar wat er gebeurd is met Diana. Martelkamer vooral voor aangetrouwde jonge vrouwen. Ja. Meghan Markle, die hebben het ook vreselijk slecht gehad. Een hoop drama, zelfmoordgedachten, diepe depressies, noem maar op en zo. En ze kregen geen hulp, ze kregen geen begeleiding van het paleis. Die liet hen maar een beetje in hun ellende bungelen. Dus het kan heel goed wordt er dan gezegd dat Kate, heb je gezien hoe mager ze is, dat Kate eetstoornissen heeft, dat ze daarom een uit de relatie is. Dat kan natuurlijk allemaal. Maar ze is gesignaleerd, mag ik je zeggen. Oh. Ja, gisteren is er een wazige, dat wel, foto van haar. Niet in de Britse pers vertoond, maar elders op sociale media en in de kranten van andere landen. En de media in andere landen. En dan zie je haar naast haar moeder zitten, zonnebril op. Nogmaals, dus een wazige foto. Wazig genoeg voor heel veel mensen om te zeggen, dat is Kate niet, dat is Kate niet, dat is haar zus. Dat is haar zus Pippa. Maar ze zou dus gesignaleerd zijn, laten we daar maar van uitgaan. En het zou dus goed met haar gaan. Maar ik begrijp natuurlijk ook wel het argument, het is lastig voor het paleis, want
als je zou zeggen wat er met haar precies aan de hand is, dan denk ik, is dat ook niet goed. Het is nooit goed, namelijk. Ik zou zeggen, geef iets meer gegevens. Zeg in ieder geval wat voor buikoperatie heeft ondergaan. En laat af en toe haar zeggen dat ze mensen bedankt voor de kaarten. Ik noem maar wat, zoals haar schoonvader. Ja. Maar ook dat gebeurt niet. Ik begrijp wel waarom, maar dat is een ander verhaal. Maar ze doen het natuurlijk nooit goed, omdat er altijd mensen zullen zijn die het nooit geloven dat ze in een ziekenhuis gelegen heeft. Die willen er gewoon de hechtingen zien, voordat ze dat geloven. Ja. En dan nog. Maar William, en dat is natuurlijk een punt. Kijk, William is heel erg gebeten op zijn privacy en die van zijn gezin. Ja. En net evenals zijn broer, heeft een bloedhekel aan de pers. Die aarzelt ook om samen te werken met de pers. Verzet zich heel vaak tegen al die verzoeken van de pers. Dus ik kan me voorstellen dat hij om die reden zegt, vergeet het maar, zak hem maar in. Echt, ik hou dit voor mijzelf, voor mijn gezin. Wij hebben het recht om al die medische informatie voor ons te houden. Wij hoeven die echt niet met jullie te delen. Je kunt zeuren zoveel je wil, het gebeurt niet. Maar kunnen ze dat volhouden? Ik vond het interessant dat A, dus ineens die foto verschijnt. Ja. Niet trouwens, zoals ik je zei, in de Britse bladen, weet je waarom niet? Nee, vertel. Voordat je hypocrisie kunt zeggen de Britse bladen, die drukken wij niet af, want ze hebben recht op privacy, onze royals. Nou, daar heb ik heel lang om gelachen. Dat is een mooi gelegenheidsargument. Ze hebben recht op privacy. Ik bedoel, dat moet je Meghan Markle zeggen. Ze stuurde helikopters af op het logeeradres in Engeland van Meghan Markle destijds. Ze publiceerde de brief van de vader van Meghan Markle. Van Kate werd verwacht dat ze tot 3 keer toe... binnen 24 uur na een bevalling met die baby op de stoep van zwaaien. En prachtig opgemaakt, goede jurk aan, de haar helemaal tot in de puntjes, hakken, bij wijze van. Maar echt, dat wordt dan verwacht binnen 24 uur na een bevalling. Dat de pers het recht heeft. En dan heb ik het niet over 1 of 2 fotografen, maar echt honderden. Ik heb er tussen gestaan, honderden die haar dat dan aandoen, want daar hebben ze het recht op. Maar nu is het dus een kwestie van privacy. Dat ze die ene wazige foto niet kunnen afdrukken. Dat is toch wel gek, maar dat zegt dus eigenlijk wel een beetje dat die persbreidel van Kensington Palace rondom deze verre nog in stand is. Dat ze in elk geval dus nog genoeg grip hebben op de tabloids, met name om dit voor elkaar te krijgen. Kijk, dat vind ik ook het meest merkwaardige. De mainstreams hebben wekenlang met geen woord gerept over Kate. Ja. Dus geen enkele foto is gezien, geen enkel bericht is gepubliceerd, geen enkele vraag over hoe gaat het, helemaal niks. Ik denk dat het paleis gezegd heeft, laat ons met rust, William dus, Kensington Palace, en dat is gebeurd. De pers heeft dat geaccepteerd, dat is lang niet altijd zo dus. Maar toen TikTok en de socials bewijs eisten dat Kate niet opgesloten zat, toen William zich vorige week op het allerlaatste moment terugtrok, voordat hij naar een dienst ging. Herdenking van zijn de oude koning van Griekenland. Zijn peetvader. Ja, toen kon de pers het ook niet meer negeren. Want William trok zich terug om persoonlijke redenen, zonder te zeggen waarom. Dus, begrijp je? Ja, ik vond het heel leuk dat ze op een gegeven moment een soort meta-commentaar gingen schrijven. Want ze schreven dan niet over Kate Middleton, maar dan schreven ze over het gebrek aan informatie in de pers. Ja. Rondom Kate Middleton en hoe dat voer dan was voor complotten. En toen konden ze dan wel weer die royalty-experts van stal halen om te zeggen of dat nou een goed idee was of niet. Maar nog steeds niks schrijvend over Kate Middleton. Nee. Alleen reageren op. Maar wel de kant. Reageren op, reageren op. Zoals wij nu ook doen. Maar ik bedoel je dus maar uit te leggen hoe, over meten met 2 maten gesproken. Ja. En hoe absurd het is. En dat die royals toch inderdaad het voer blijven waar de Britse media en de hele media zich op vastbijt. Ja. Want dat is het, we hebben het er al vaak over gehad, maar de tabloids, die meest schandaalbladen, die zetten toch nog steeds ook politiek de agenda. Ook al hebben ze lang niet zoveel invloed meer als ze hadden. Vandaar ook dat je nu echt moet gaan kijken naar de social media. Die drijven ook tot op zekere hoogte een deel van de agenda. Maar de tabloids,
die hebben nog steeds genoeg zeggenschap, ja, begrijp je, om af te dwingen nu dus van de royals dat ze komen met meer verklaringen. En vanochtend, inderdaad, zag ik net dat het paleis had bevestigd dat Kate in juni de Trooping of the Colour, een of ander festiviteit, die altijd in juni plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk, zal bijwonen. Oké. Okay. Verder nog steeds geen informatie. Verder weten we niets. Ik hou het toch echt bij die pony. Ik hou het echt bij dat haar. Ja, ik ga voor de Brazilian butt lift. Maar ik merk wel dat ik... Ja, weet je waarom? Dat is ook zo. Die Brazilian butt lift moet ik ook niet zomaar schrappen. Want je weet waarom ze dat gedaan zou hebben. Ik weet het wel, maar ik wil het graag van jou horen. Want ik weet precies waar je op doelt. Dan moeten we helemaal terug naar de bruiloft. Maar dat was wel een mooi verhaal. Je hebt gelijk. Dat was het verhaal. Was het 2015, hè, toen ze trouwden? Toen trouwden William en Kate. En de zus van Kate, die bruidsmeisje was, die stal bijna de show in haar jurk. Omdat zus Pippa werd daarna ook beloond, dus de aanhalingstekens, met de eretitel Rear of the Year. Beste billen van het jaar. Ja. Kijk, en dat zou Kate nooit vergeven hebben. En daar zou ze nooit overheen zijn gekomen. Dat kon ze niet verkroppen. Dus vandaar dus. De BBL. BBL. Ja. Nou, ik begin wel meer sympathie voor Kate te ontwikkelen. Hoe langer we hierover praten. Ik hoop dat ze met haar nieuwe kont gewoon lekker 3 maanden op de Bahama's zit. En de nieuwe pony. Ja, en de nieuwe pony. En gewoon die pers maar laat voor wat het is. Lia, ik vond het hartstikke leuk dat je weer een keer op bezoek was. Dank je wel voor deze week. Volgende week weer vanuit Londen? Volgende week vanuit Londen. Oké, dan spreek ik je dan weer. Tot dan. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.